ben heel erg enthousiast en allebei enthousiast. En ik denk dat we een goede insteek hebben. Rolstoeltennisser Michael Scheffer zit goed in zijn vel. Een enigszins teleurstellend verlopen Paralympische Spelen. Scheffers viel net naast het podium. Pakt hij nu de draad weer op? Na Londen ben ik nog gaan nadenken voor mezelf. Oké, wil ik nog 4 jaar verder? Ga ik nog verder met tennissen? Nou, ik was nog steeds heel gemotiveerd, voel me goed en ik heb heel veel plezier in het spelletje. Toen ben ik toch een profiel van mezelf gaan maken. Wat wil ik, wie ben ik en wat past daarbij als coach zijnde? Nou, en toen kwamen we eigenlijk bij Mirjam uit. Het is natuurlijk anders dan het valide tennis. Er zijn genoeg raakvlakken, maar sommige dingen zijn net verschillend. De bal rechtdoor die geslagen wordt in het rolstoeltennis is 9 van de 10 keer direct of indirect een punt. En dat is bij het valide tennis niet zo. Als het om technische dingen gaat, dan is het zijn backhand waar die zijn bovenlichaam wat stiller kan gaan houden of moet gaan houden om wat meer controle te houden. Ja, dat soort dingen praat je dan over. En als het om tactische dingen gaat, gaat het om die bal rechtdoor die wat mij betreft gewoon vaker mag gaan spelen. En dan is het prettig als iemand zoals Mirjam op hoog niveau zelf gespeeld heeft. Die ziet dat. En dat is een van de dingetjes waar we op dit moment hard aan het werken zijn. Wat weet je van de tenniscarrière van je coach? Ja, dat is wel een tricky vraag van je. Ik weet er wel een aantal dingen van. Ik weet natuurlijk dat Mirjam, 24 op de WTA-lijst bij de dames heeft gestaan. Een zilvermedaille gehaald in Sydney 2000. Ik bedoel, het zijn al twee dingen die natuurlijk heel erg aanspreken en een staat van dienst zijn. Dan heb je zelf al een keer brons gewonnen. Ja. Coach achter je zilver. Dan ontbreekt er bij jullie dan natuurlijk nog eentje. Ja, laten we dan in Rio maar voor goud gaan, hè?